Het is de avond van woensdag 11 september. We zijn in de e-box in Euroborg waar Marco Bizot klaar zit voor een live chatsessie. Via Twitter beantwoordt de keeper van FC Groningen een half uur lang de meest uiteenlopende vragen van fans. Al voor het startschot van 7:30 komen de eerste vragen binnen. Ja, gaan we beginnen? Nou, dan gaan we antwoorden, Niel. Als het goed is. Je hebt geoefend, hè? Ja, wat mag ik schrijven? Antwoord gewoon. Ja. Antwoorden. Ja. De eerste vraag voor vanavond was, wat was jouw mooiste wedstrijd voor FC Groningen? En daar heb ik op geantwoord dat het de 3-1 thuisoverwinning was op SC Heerenveen. Dat was mijn mooiste wedstrijd. Vorig seizoen was dat. Wie vind jij de beste speler van FC Groningen? Ja. Ja, weet je wat het is? Kijk, als je er echt bovenuit steekt, dan ben je na één seizoen weg. En dit is natuurlijk een nieuw seizoen, dus we moeten het hele seizoen moeten we opnieuw ontwikkelen. En aan het eind van het seizoen zie je wie er bovenuit steekt en die zal hoogstwaarschijnlijk weer gaan vertrekken dan. Dus eigenlijk kan ik dat niet eens beantwoorden nu, op dit moment. In de e-box in Euroborg is Marco Bizot veroordeeld tot een half uur TBS ter beschikking van supporters voor een live chat sessie via Twitter. Mm-hmm. Nou, goede vraag. Kunnen jullie met deze selectie Europa halen? Dat is een goede vraag. Ken je jullie dat? Ken je die zo redelijk? Oh nee, dat heb ik niet gezien. Oh. Wat heb je gezegd dan? Iemand stuurt, heb je zin om pizza te eten? Ja, en daarna stuurt hij... Stuur ik al wel bij Pizza Michel. Ja, en dan stuurt hij of een biertje of een potje FIFA. Een combinatie van die drie. Oh, dat heb ik niet eens meer. Oh, sorry, nee. Ik moet weer even refreshen. Deze is natuurlijk wel leuk, hè? Welke vond jij leuk? De van Daniel. Even kijken hoor, ga ik er verder ja, niet? Deze. Oh, ja. Marco, als je mocht kiezen tussen Jolante Kabouw-Snijder en Victoria Beckham, welke zou je kiezen? Mijn voorbeeld is Van der Sar. Oké. Okay. Altijd geweest, van jongs af aan. Aard, zieke moeken. Aard, zieke moeken. Wat is je favoriete kleur? Mijn favoriete kleur? Groen. Ja. Hey, hoe raad je het? De vraag is, voor welke buitenlandse club zou je het liefst willen spelen? Ja, als ik heel eerlijk ben, dan maakt de club mij niet heel veel uit. Mm-hmm. Maar ik heb wel voorkeuren qua landen betreft. Welke landen zou je dan willen spelen? In de landen Duitsland, Engeland en Spanje. Dat zijn mooie competities. Dat zijn de mooiste. Marco, ga je wel eens uit in Groningen? Moet ik daar echt eerlijk antwoord op zeggen? Natuurlijk, uiteraard. Dat doe ik overal trouwens. Ja, het is niet heel vaak, hè, jongens. Hou je meer van pannenkoeken of koffie? Koffie, koffie, lekker bakken koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Het combinatie, ja. Beste keeper op dit moment. Zou je morgen alsjeblieft de groet aan Kief te bel doen? Vraag over het tattoo. Hoeveel tattoos heb je? 4 momenteel. Er komen er nog een stuk of 5 bij. Ik las in de VI dat je graag naar hardere muziek luistert. Ben je wel eens op? Ja, heb ik al op andere festivals geweest? Zou je even allemaal wat anders doen?
Tijd. Het is 8 uur. Ik sluit hem af. Ja. De chatsessie met Marco Bizot zit erop. Alle vragen en antwoorden kun je teruglezen op de Twitter-tijdlijn van FC Groningen. De volgende chatsessie is maandagavond 21 oktober van 7:30 tot 8:30. Dan zit Nick van der Velde klaar om al jouw brandende vragen te beantwoorden.